verloor met 7-1 de eerste thuiswedstrijd dit seizoen van Cambuur. Wist wel te winnen bij Telstar. En speelt ook nog knap gelijk bij Almere. Tomos in het blauw. Zamouri komt niet in balbezit. Overname Os. Leidsman geen contact met Rommens. Zijn broer kreeg geen contractverlenging bij Stuy van der Heerik werkt in eerste instantie weg. Oh, aardig hoogstandje. Van Duin, ja. En Duin probeert het dan. En ging ze met de goede reactie, de doelman van Topos. Zamouri komt iets te laat. Loopt het dan voor Topos. Jaar. Overgekomen van Cambuur, heeft nog een tijdje bij Feyenoord gespeeld. En uit de amateurs van AFC. Beneden, de vrije trap van De Jong. Weggewerkt. Geen vrije trap, maar dan in de omschakeling van de Heide. Soms moet je creatief zijn als club zijn wanneer je weinig budget hebt. Kostoms probeert daar goed weg te draaien bij Kaak. De verdedigende middenvelder van Topos doorzag het. Politie wedstrijden tegen Rode JC 0-0 hier in Kerkrade 1-0. Toen stond MVV op de drempel van de Eredivisie. Sterk verdedigd door Martina. Ja, Topos wist nog niet te winnen dit seizoen. Slechts één keer gelijk. MVV wel, bij Telstar 2-1. Via Duin en Kostoms in de slotfase. Iets gevaarlijker dan Topos. Dat na ruim een half uur voetbal. De Jong. Roosje zit ertussen, maar die leidt dan weer balverlies. Overname MVV. De hoekschop. En Geens heeft hem weer. Ziet dan een 1 tegen 1 situatie. Vandaar de snelle spelervatting. Leidsman is daar. Die krijgt onderzoek. Piqué. Druk van Salasiba, Leidsman. Van Heijden. Weg is een leunen van Kaak op Constance, dat mag van de scheidsrechter. En weer ligt er een speler op de grond. Het is een overtreding van Herings. Op Leidsman. Rommens. Rommens? Ja, Lathouwer staat goed op te letten. Herings. Foutje van Herings. Van Akker. Leidsman in de duel met Martina. Die houdt de spits van Topos vast. Niet gezien door de scheidsrechter. Maar Topos blijft ook. Maar ze doen hun werk naar boven. Martina. Nog een keer voor MVV. Zamouri. Rommens. Ja, waar naartoe? Bijna de bal kwijt. Krijgt hulp van Lammers. Leidsman. Overtreding van Akker. Of
twee minuten. Dan zit er de extra tijd van de eerste helft van rust. Hij zal er maar invliegen, zeg. Leidsman krijgt de bal niet onder controle, ook Hens gemaakt. Niets aan de hand. Martina. Leidsman in duel met Waan. Vindt Kostos niet. Van der Heijden. Leidsman. Zo blijft Tom Bos wel in bal. Er zit Rommens met een ander balletje midden door. Lammers. Leidsman. Ja, nu. Nou. Dat had je kunnen. Leidsman, buitenspel. Leidsman speelt wel een sterke wedstrijd, want die houdt vaak balbezit voor ons van de Heide. Waan. Leidsman. Met Mares bij hem in de buurt. Leidsman. Blijft in balbezit. Hij is goed van de bal af te krijgen. De puntspeler van Toppos. Richting Van Heijden. Ja, daar is niemand. Martina. Leidsman. Maar rechts terug op Lathuis. Kaak ineens door richting Rommens. Nou, loopt goed af voor MVV. Dit had ze. Rommens. En opnieuw een hoekschop. Via. Dus van Toppos. Dat net iets beter in de wedstrijd leek te komen in de tweede helft. Voordat Strooien scoort. Het mag proberen. Stavitski weggestuurd. Voorzet. En Lammers. Erik. Er staan veel mensen stil aan de zijde van Top. Nog maar indribbelen. Leidsman. Is dit een overtreding? Nee, zegt de scheidsrechter. Leidsman Strooien krijgt dan de bal niet onder controle. En Rommens. Die is dan weg. Leidsman. David. Rommens. En, waarom het hier recht rood was in de wedstrijd? Nee. De zijde van MVV waren ze. De zoon van Ronald Koeman op de bank houdt. Ook een tijdje gepasseerd geweest trouwens. Kaak. Leidsman. Sterk verkiept door Lathouwers. Peters. Een ervaren speler op het tweede niveau, Kas Peters. Leidsman. Nou, Peters en Lathouwers. Stuif van de Heerik op Leidsman. Leidsman.
Bosman. Rommens. Horing gevonden. Nichols. Nichols, ja, die heeft er nog wel zin in natuurlijk. Rommens laat zich niet verschalken door de aanvaller van MVV. De gelegenheid linksachter bij Tobos. Van Heijden op avontuur. Van de Heijden. Leidsman. Leidsman. Ja, veel MVV's bij hem in de buurt. En dan dit schot.